verkeerssituatie stationsplein gevaarlijk. Geen brandstichting pand Groesbeekseweg en voorbeschouwing NEC. Dit is het nieuws van vrijdag 17 januari. De verkeerssituatie rondom het stationsplein is gevaarlijk. Sinds de stationsomgeving is aangepast, ontstaan er elke dag gevaarlijke situaties. En dat geldt met name voor de omgeving van de Van Oldenbarneveldstraat en de oprit naar het Mercure-hotel. Maar ook de busbaan zorgt voor levensgevaarlijke taferelen. Bewonersoverleg Bottendaal heeft samen met het Mercure-hotel en het ROC een brief geschreven naar de gemeente en politieke partijen om de bestaande problemen aan de kaak te stellen. In maart 2013 constateerde ook Veilig Verkeer Nederland dat de verkeerssituatie rondom het stationsplein niet veilig is. Heeft u wel eens een situatie meegemaakt waarvan u dacht, nou jongen, dat loopt maar net goed af? Dagelijks. Dat maak je een paar keer per dag mee. En het is al vaker gebeurd dat die aanrijdingen zijn geweest met fietsers en bussen. Het beleid van de gemeente Nijmegen is dat ze de voetgangers en de fietsers graag voorrang willen verlenen, zodat zij goed kunnen passeren. Daarna het openbaar vervoer en de auto's op de laatste plek. Mensen weten niet wat ze daar moeten doen, of ze nou moeten stoppen, of we nou door mogen lopen. De bussen die toeteren een keer en die rijden gewoon door. De mensen die moeten af en toe gewoon echt wegspringen voor de bus. Aan de overkant van de busbaan is een bushalte. Die is afgekeurd, maar er worden toch mensen uitgezet. De mensen die uit die bus komen, steken gewoon de busbaan over, kijken nergens naar. Af en toe komt er een bus aan, die moet vol in de remmen. En de paden, alles loopt hier gewoon dwars door elkaar heen. De auto's staan of op de busbaan of op het fietspad of stil op de weg. Ze moeten eigenlijk in één keer over een trottoir, een busbaan, een fietspad, nog een trottoir en de weg heen. En dat is zeg maar in een spits waarin de bussen van twee kanten komen, de fietsen van twee kanten komen en de voetgangers. Ongeveer 1000 leerlingen per dag op en neer naar het ROC. Het is eigenlijk een ondoenlijke situatie. Er waren aanpassingen in dit gebied. Heeft dat geholpen? Nee, het is alleen maar erger geworden. Ja. Heeft u misschien een idee wat daaraan zou moeten gebeuren? Ja, waar we het heel vaak over hebben, ja, een tunnel onder de busbaan door voor de fietsers, voor van alles. Maar hou die busbaan in ieder geval vrij voor de fietsers en voor de mensen, want dat is gewoon één gevaarlijke situatie. Is die. Wethouder Beerten zegt dat het veilig is hier in de omgeving. Hoe kan dat? Wij denken dat het gewoon gefine-tuned moet worden. En als hij zegt dat het veiliger is, dan nodigen wij hem heel hartelijk uit om hier koffie te komen drinken bij ons. En te kijken hoeveel bijna ongelukken er bijna zijn, want we kunnen wachten op de echte grote ongelukken die niet gebeurd zijn tot op heden, wat ons enorm verbaast. Maar wij horen per dag toch een keer of 50 de bussen tuteren voor fietsers, auto's en voetgangers. Dus wij denken dat het wachten is en dat hij daarom zegt dat het veilig is, omdat we geen echte ongelukken hebben gehad. De politie heeft het onderzoek naar de brand van het appartementencomplex aan de Groesbeekseweg afgerond. De brand brak uit op 1 januari in de ochtend. Tijdens onderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden die wijzen op brandstichting. Omdat een groot gedeelte van het gebouw op instorten staat, was het voor de afdeling forensische opsporing onmogelijk om alles te onderzoeken. Het college van burgemeester en wethouders wil 200 parkeerplekken aankopen in de nieuwe ondergrondse parkeergarage van Plein 44. Het prijskaartje dat eraan hangt bedraagt 4,2 miljoen euro. Binnenstadbewoners en winkeliers kunnen de plekken huren voor 15 euro per maand en de plekken zijn niet beschikbaar voor de normale stadsbezoeker. De aankoop vloeit voort uit een eerdere afspraak die is gemaakt met de ontwikkelaar van het plein. Vanaf 1 februari hoeft er op zondag niet meer betaald te worden voor parkeren in de directe omgeving van winkelcentrum Dukenburg. Dat is de tegemoetkoming van de gemeente aan de bezwaren van omwonenden van het winkelcentrum in de wijk Zwaneveld. De bewonersgroep liet eerder al weten in het NE-nieuws dat er in Zwaneveld geen parkeerprobleem is op zondagen, ook niet op koopzondag. Mochten de winkeliers van het centrum meerdere koopzondag per maand gaan houden, dan gaat de gemeente de voorgenomen beslissing heroverwegen. Na een winterstop van een kleine maand, waarin NEC op trainingskamp ging naar het Spaanse Soto Grande, is het team van trainer Anton Jansen helemaal klaar voor de cruciale tweede seizoenshelft van de Eredivisie. Die start namelijk aanstaande zondag met een degradatiewedstrijd tegen ADO Den Haag. Jansen was erg positief over de ontwikkeling van zijn team en had geen moeite met het opnoemen van de punten die tijdens het trainingskamp flink zijn verbeterd.
De manier zoals we willen spelen. Dus dat betekent dat we graag wat meer aan de bal willen zijn. Dus dominant spelen. Het omschakelen als je de bal verliest. De verdedigende organisatie, de communicatie met elkaar. Nou, dat zijn allemaal dingen die verbeterd konden en kunnen worden. En daar proberen we steeds verder in te komen. Is ADO daarvoor de perfecte tegenstander om de tweede seizoen zelf mee te openen? Een tegenstander die ook, als je wint, onder je komt te staan? Ja, het is wat dat betreft is het een hele mooie wedstrijd, denk ik. Met spanning erop. Natuurlijk een degradatieduel. Waarin we hele goede zaken kunnen doen. En dat geeft ons veel vertrouwen. Gezien de voorbereiding, gezien de laatste drie thuiswedstrijden die we gewonnen hebben. Dus het zou heel mooi zijn. Als we de wisselwerking met het publiek weer konden creëren. En deze wedstrijd met een goed resultaat afsluiten. Met welk team ga je dat doen? Zijn er mensen die er niet bij kunnen zijn omdat ze geblesseerd zijn? Gaan we daarna hebben over de nieuwe jongens? Ja. Nee, goed. Het team bestaat bij mij vooral uit de selectie. En er zijn een aantal jongens die beginnen. En er zijn natuurlijk een aantal jongens die dan klaar zijn om in te vallen. Daar hebben we een keuze in gemaakt. Dat wijkt niet veel af van hoe we tegen Werder Bremen hebben gespeeld. Maar welke jongens zijn er niet bij door blessures? Kunnen er dus noodgedwongen niet bij zijn? Nee. Nou, dat is Banu niet. Dat is Victor Paulsen niet. En dat is Ali Reza. Dit was het alweer, het N1 nieuws van vandaag. Zometeen kunt u natuurlijk nog kijken naar het programma Kerk Kort en Buurten. Dat is op het hele uur. En op het half uur komt een nieuwe aflevering van N1C voorbij. Waarbij de twee nieuwe aanwinsten worden gepresenteerd die vandaag bekend zijn geworden. Bedankt voor het kijken en natuurlijk een heel fijn weekend. Het weer in het Rijk van Nijmegen vanaf plein 44. Vrijdagavond wordt het bewolkt. Er is redelijke kans op regen en 's avonds wordt het 7 graden. De temperatuur neemt 's nachts af en dan wordt het 6 graden. Het blijft wel droog, de kans op een bui is heel klein. Zaterdag loopt het kwik op tot 8 graden. De zon breekt zelfs door. In de nacht van zaterdag op zondag is het bewolkt en het gaat regenen. Zondag daalt het kwik en wordt het 6 graden. 's Avonds wordt het slechts 3 graden. Dit is het begin van een koudere week, want na het weekend zal het rond het vriespunt zijn. Vanaf volgende week zullen mist en bewolking het weerbeeld bepalen.